gaan van het basisinkomen mensen minder werken? En ik vind het op zich wel een mooie gedachte en vraag. Want je vraagt je dan wel af, wat wordt er met werken bedoeld? Bedoel je dan alleen werk waar mensen voor betaald krijgen? Of ook alle andere werkzaamheden die mensen verrichten in onze samenleving, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en ook zorg voor ouderen, zorg voor kinderen. Eigenlijk alle vormen van zorgarbeid die op dit moment niet betaald worden, maar die wel onze betaalde economie dragen. Want dankzij dat mensen zorgtaken op zich nemen, en dan bedoel ik ook zorgtaken, ook voor het milieu, de natuur, voor mens, dier, kunnen andere mensen betaald werk verrichten. Basisinkomen draagt hoop in zich op een betere, rechtvaardige, eerlijke wereld. En ik denk dat dat ook ons streven moet zijn. En dat kun je idealisme noemen, maar ik vind ook dat we zonder hoop is er geen leven. En ik denk dat basisinkomen echt, en wat mij betreft wereldwijd, een oplossing kan zijn voor veel problemen in onze samenleving. En vooral ook als je aan basisinkomen ook het aspect duurzaamheid gaat verbinden.